Zo'n 10.000 demonstranten hebben dinsdag het kantoor van de Thaise premier Somchai bezet. Ze eisen zijn aftreden omdat hij te nauwe banden met de onlangs afgezette premier Thaksin zou hebben. Maandag werd het parlementsgebouw bezet in een poging een parlementszitting te verhinderen. Het kantoor zit op een klein vliegveld in Bangkok. De vorige premier Thaksin moest enkele maanden geleden naar de locatie uitwijken nadat betogers hun hoofdkantoor hadden bezet. De belangrijkste vakbond van Thailand heeft voor dinsdag een grote staking tegen de regering aangekondigd. De verwachting is dat 200.000 werknemers uit de publieke sector het werk neerleggen.